Welkom bij het muziekuurtje van juni 2021. Velen van u zullen zich herinneren dat het zangkoor menige dienst met dit lied begon. Want uw Heer komt en de zonne der gerechtigheid gaat in uw apostel u op. Deze uitzending gaat over de apostel en hoe dit zich in de loop van de tijd ontwikkelde. Dit naar aanleiding van de verjaardag van onze apostel op 28 juni. Vroeger was de verjaardag van de apostel een feestdag. Nu wordt het nauwelijks nog genoemd. Een lied zoals ik nu laat horen vinden we tegenwoordig niet meer in de muziekbundels. Ik wil van mijn apostel zingen. Tijdens het laatste avondmaal op Goede Vrijdag gaf Jezus aan zijn 12 discipelen de opdracht om zijn boodschap te verbreiden. Zij waren dus boodschapper, apostelen van het evangelie, dat de blijde boodschap betekent. Ook de apostelen in Engeland en in de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw in Duitsland en Nederland beschouwden zichzelf als gezanten van Jezus. Zo werd er in 1921 en 1933 gezongen: Nu leef ik in Christus, voor Christus alleen. En blijf ik met zijn apostel steeds één. De tekst, zoals in het volgende lied gezongen, verschilt weinig van hoe het in 1921 en 1933 gezongen werd. Behalve dat nu in de Nieuw Apostolische Kerk de apostel niet meer wordt genoemd. Thank you.
Ook in 1933 wachten sommigen nog op de wederkomst van Jezus. Toch werd de ommekeer al voor 1900 ingezet door apostel Kreeps, toen leider van de apostelen. In zijn ogen was de apostel niet slechts een gezant van Jezus Christus, maar was hij zelf de belichaming van Christus. Bekend is het verhaal dat aan het hoofd van de tafel een lege stoel stond. Toen hij vroeg voor wie die stoel was, kreeg hij te horen dat die voor de Heer was, die zou wederkomen. Hij ging op de stoel zitten en zei, dan is jetzt der Heer gekomen. U gaat luisteren naar Wat kostelijk levend water. Opvolger, stamapostel Niehaus, en de Nederlandse apostel van Oostbree werkten verder in dezelfde lijn. In de liederen kwam steeds vaker het woord apostel en steeds minder Jezus voor. Welke vriend is ons de apostel? De opvolger van apostel Niehaus, stamapostel Bischof, die keerde weer terug naar de gedachte dat Jezus voor zijn dood weer op aarde terug zou keren. Dit leidde tot verwijdering tussen hem en Van Oostbree. In zijn testament noemde Van Oostbree tegen de regels in, zelf een opvolger, want hij hoorde het ritselen van een nieuwe dag. Thank you.
In 1946 werd volgens dat testament Lambertus Slok tot apostel aangewezen. Het leidde voor sommigen tot een pijnlijk schisma, een scheuring, met wat nu de Nieuwe Apostolische Kerk heet. Voor anderen tot een bevrijding van dogmatisch denken. Voor hen was het wonderbaarlijk hoe God zijn werk voor ondergang had bewaard. Apostel Slok was niet meer een van de 12 apostelen, maar de enige apostel binnen het door hem zelf opgerichte apostolisch genootschap. Dat gaf hem de mogelijkheid om, zoals Kreeps voor hem gedaan had, de Christusnaam te aanvaarden en als levende mond Gods voor zijn tijd te zijn. Hij was charismatisch en bij veel broeders en zusters kreeg hij een grote plaats. Ongekend veel muziek werd gecomponeerd waarin hij als apostel of Christus genoemd werd en vereerd. U gaat luisteren naar 4 liederen: Herkennen, Op u, o mijn apostel, En wij met hem, En onder mijns apostels vleugelen. Thank you.
Veel cantates werden in zijn tijd gecomponeerd. Bijvoorbeeld in de cantate 1946-1971. Mijn God als apostel is het hoogste voor mij. Met vader aangeduid. Wij waren zijn kinderen en in die tijd moesten kinderen gehoorzaam zijn. U gaat luisteren naar Vaders grote liefde en Wij hebben een herder. Thank you.
steeds sterker op de persoon apostelslok gericht. Dit leidde tot liederen waarbij de afhankelijkheid ongewenst groot werd. Denk aan liederen als De klopslag van het apostelhart is een gebed voor mij. Of Als ik in uw oog de vreugd mag zien, is mij dat meer dan alles waard, apostel. En Mijn God als apostel, voor hem kniel ik neer. In hem heb ik alles en ik wens dus niets meer.
Toen de opvolger van apostel Elslok, zijn zoon J. Elslok, als apostel werd aangewezen, zei hij al direct dat hij de naam van Christus niet wilde gebruiken. Het was aan elke apostolisch om de Christusgezindheid uit te dragen. Hij wilde broeder onder de broeders zijn en het niet over normen, maar juist over waarden hebben. Vanaf 1990 voerde hij allerlei vernieuwingen door. Teksten werden aangepast en meisjes- en jeugdkoorliederen werden vernieuwd. Onder andere, vrede maak je niet alleen. Vervolgens werd de Grimmers apostel. Hij wilde dialoog op ooghoogte en hij voogde zichzelf ook tussen broeders en zusters om met hen in gesprek te gaan. U kunt nu luisteren naar Vriendschap van het jeugdkoor.
Ten slotte zette Bert Wiegman als apostel de lijn voort. Eerst schafte hij de titels als opziener, oudste, herder en priester af. Recentelijk ook apostel als aanspreektitel, nog niet als functienaam. Het genootschap sluit tegenwoordig steeds meer bij de samenleving aan, met alle voor- en nadelen. We hebben een boeiende ontwikkeling van 100 jaar beleefd, waarbij de apostel eerst in de plaats van Jezus kwam en daarna weer broeder onder de broeders werd. We sluiten deze uitzending af met een lied dat 100 jaar geleden al gezongen werd, met de boodschap van zegen en liefde, die al die tijd ongewijzigd bleef. Ook voor deze uitzending maakten we weer ruim gebruik van de door Rob Buitenkamp gemaakte video's. De samenstelling deed Rob Tijdeman, Klaus de Bes voor de techniek en de presentatie en we hopen u volgende maand weer een muziekprogramma te kunnen aanbieden. U gaat nu luisteren als slot naar machtige stromen van zegen.